Het belangrijkste groeisegment onderdompelen in het gekende 9-11 DNA, dat was de uitdaging die Porsche is aangegaan bij de lancering van de eerste Macan. Hij is 4 jaar op de markt en heeft eigenlijk gedaan wat van hem verwacht werd. Hè? Uitgroeien tot de sportieve referentie onder de SUV's. In de geest van de Macan trouw aan de 911 filosofie met een aangepast chassis voor nog meer bochtenplezier. Hij gooit zich door de bochten zoals weinig SUV's dat weten te evenaren. Besturing is precies, de voortrein bijt zich vast in het asfalt en de rolneiging wordt quasi volledig uitgegomd. Om die goede eigenschappen ten volle te benutten, kan het model ook rekenen op een variabele koppelverdeling tussen beide assen, die voorzien zijn van verschillende bandenmaat, net als een zekere 911. Onder de motorkap vinden we een 4-cilinder turbobenzine met 245 paarden. En het zijn geen tamme hengsten. Om zijn verwantschap met de rest van het merk te benadrukken, wordt de nieuwe Macan aan de achterkant uitgerust met een doorlopende 3D-LED-strip, technologie die voortaan ook standaard wordt aangeboden voor de voorste koplampunits. In het interieur kan de middenconsole aangekleed worden met het nieuwe Full HD touchscreen, bijna 11 duim groot, van het PCM, het Porsche Communication Management. Dat infotainment-systeem gaat alweer een hele stap verder op vlak van connectiviteit en biedt toegang tot diensten als een intelligente spraakbediening of real-time verkeersinformatie. De Macan is verkrijgbaar in een aantal nieuwe kleuren. Wie gezien wilt worden, kiest voor Mamba Green. Dankzij een waaier aan personalisatiemogelijkheden zal de Macan nog wel even de absolute bestseller uit het gamma blijven. Kortom, een functionele funcar voor echte kerels. Ja, kom, Beer.